Hallo mensen van Knarf Tretsom. Hallo. En dit is GTA 5. We hebben al meer opgenomen, maar toen... wacht, kan ik met iets anders van jou rijden gewoon? Tuurlijk. Maar als ik hem sloop, dan kost het mij geld. Oh, wacht. Wacht, ik moet hem even voor je open doen, kan je erin. En we hebben een nieuw glitch ontdekt, we kunnen lopen onder water. Dus we gaan later deze video ook nog naar een alien schip, wat ik al heb opgenomen ook. Hier, neem plaats in mijn mooie sportwagen. Die trouwens. Kan ik niet drukken. Nou, we gaan al samen. Zal ik me anders even voorstellen of niet? Ja, is goed. Nou, ik ben Wessel. Ik zit bij Stan op school. Oeh. En ineens zijn mijn handen wit. En die voor jou, Wessel? Nou, dankjewel. Oké. Nou, we gaan even wat mensen killen. Hier voor de Rutger... Oh, zullen we die jump weer doen? Weet je waar dat was of niet? Ja. Oh, ik wil die jump doen. En dan weer bovenop die paal landen. Mensen snappen zo wel wat we bedoelen. Ja, straks. Dit wordt echt lachen. Oh, en we gaan heel veel trollen. Vooral andere mensen. Ja, en dit keer ben ik dus niet met Patrick zoals in het vorige deel 1. Patrick heeft de druk gehad met zijn wereldrecord zo lang mogelijk Minecraften. 60 uur. Oh. Dat heeft hij echt gedaan, hè? Echt? Ja, 60 uur. Is hij nu een wereldrecord? Ja. Samen met Tim en een hele groep en zo doet mee. Wow, yo, dat is best wel vet. Hij werd wel echt moe. Ja, dat snap ik. Wow, ik moet gewoon gapen ervan nu. Ik dacht eraan. Gewoon een berg vol met energy, komt er helemaal goed. Wow, ja. Ja, moet wel dan. Ja, wil je het anders volhouden? Oh, we moeten een beetje anders rijden. Ja, ik rij altijd verkeerd. Dat maakt niet uit. Nee, zolang we er uiteindelijk maar aankomen. Nou, bijna. En soms knip ik stukjes eruit. Als ik dat niet doe, dan moeten jullie gewoon de vooruitknip spoelen. Oh. Kut, nee. En zijn we hier? Wat moeten we hier nou? Oh ja, wacht, ik kan omrijden. Ja, volgens mij, want je moet ook beneden zijn voor die jump uiteindelijk. Oh ja. Huh? Oh, hier is er ook een. Oh. Oké, wacht, die doen we ook. Oh, dit is vet. En dan daarop landen, oké? Ja. Wow, ik wist echt niet dat er hierheen was. Oké. Oké. Het grappige is, prepare for takeoff en een auto die gewoon... Wow! Landen, oh, nee, niet op zijn kop! Oeh. Oh, ik ben zo bang dat die ontploft de hele tijd. Oh, ik wil die. Ga voor die auto. Voor deze? Oh, ja, maakt niet uit. Gewoon eentje. Of voor die andere? Ik wil één. Die. Red die ook. En hoe gaan we hier weer weg? We moeten weer even een stukje omrijden. Een stukje. Een aardig eind eigenlijk. Ja, als we zo gaan, dan is het heel lang. Ja, wacht, we kunnen hierin. Wow, vette slip. Oké. En dan? En dan moeten we weer terug. En weer een stuk om. Oh. Ik wou er eigenlijk met die truck open. Kut. Ja, dat is grappig. Hey! Haal me niet. Oh, wacht, ik heb toch een snelle gehaald. Wat maakt het uit? Oh shit. Oh. Nee, niet doen, sorry. Niet doen. Hey, daar konden we uit. Nee, maar... Ah, dat is wel te laat voor. Oh, ja, jezus. Oh, je bent de verkeerde afslag. Shit. We moeten even die jump, ik wil die jump doen. Ja, bij die paal, die is lachen. Oké, wacht, waar? Oh, daar is die. Oké, hoe komen we daar? Hier naar beneden en dan... Huh? Wow. Oh, jij viel eraf, hè? Dat was het. Oh, nee, wacht. Nee, we gaan de verkeerde kant. Nee, we gaan naar die andere jumps, maakt niet uit. Die zijn maar hier. Die zijn beneden, wij zijn boven. Ja, maakt niet uit. Nou, oké. Als het niet uitmaakt. Oh. Wat doe jij? Ik probeer erop te houden. Ik denk niet dat dat gaat lukken. Oh ja, lekker! Ik doe het ook! Gelijk lukt het. Bij jou ook? Ja, ik ben er ook. Oké, we gaan de jump doen. Ik land op het parkeerplaats. En dan raak ik de politie op die manier kwijt, die nu eraan komt.
Of niet, ik weet niet. Niet. Wow, je gaat pot hoog. Oh, nee, ik red het niet. Shit. Wow. Oh, het is ook echt een stunt jump staat er bij mij. Zie me flippen. Wow. Ja, bij mij ook. Dat was net niet zo. Nee, net deden we een andere missie en toen bleef onze camera ook gewoon op onze eigen auto, weet je wel. Oh ja, toen deden we die missie. Dat was het. Oh, je moet er een beetje schuin op, alsof je... Ik vlieg hem hard. Je moet zeg maar niet recht op de schans, maar een beetje schuin via de zijkant eraf. En dan draai je zo rond, weet je wel. Ja. Ja, en zo op die manier kon je ook best wel vet hoog komen. Maar gewoon, dan ga je veel meer rechtdoor. Richting verkeer. Oh, ik ga recht achter je aan nu. Wow! Wow, ik zie mij hoog gaan. Ik zie je. Ik heb het overleefd. Op een of andere manier. Ik wil een snellere auto nu. Ja, mijn die gaat niet lang meer volhouden. Nee, ik ga ook even hierop. Huh? Oh shit. Wat is deze? Wow! Oh, ik landde op zijn kop, maar er gebeurde niks, gelukkig. Oh, gelukkig. Anders een ploffie. Oh. Hey, dat is mijn nieuwe auto die ik net oppak. Maar die is sloom. Nou en? Hij is sneller dan die kapot van mij. Wacht, hier staat er een die ik ga aannakken. Wauw, duurt het zo lang om zijn auto te kraken? Wow, die is wel heel sloom inderdaad, what the fuck. Kijk hoe groot die is. Oké, wacht. Oh, ik faal heel hard. Wow! Oh, ik ben niet op het dak gekomen. Wel. Kijk. Nee, je bent Ik ben heel ergens anders. Welke auto had je? Echt een snelle? Nee, valt wel mee. Hé, hey, kom eens naar mij toe. Ja, ik weet het niet veel hoe je daar op kwam. Wacht. Ik ben op plekken waar ik niet mag komen eigenlijk, denk ik. Wacht, zie je mij? Hoe kwam je zo snel? Weet ik veel. Ik reed gewoon. Oh, nu ben ik wel weer boven. Maar ik moet helemaal naar rechts of zo, of niet? Nou, ik volgde jou precies. En toen kwam ik Ja, wow. Jij doet het nu ook. Jij doet het nu ook. Wow. Kom je op het dak? Ja. Ik ging precies goed. Oké, ik kom er ook aan. Oh, mijn auto lukt het niet meer. Wow. Nee, het lukt niet meer. Oh, shit. Oh, ik heb ineens politie achter me aan. Ja, je mag natuurlijk niet gebouwen rijden. Nee, gewoon weer. Oh, vet. Nu ben ik op het dak. En nu? Oké, wacht. Ik probeer nog één keer. Waarom staan er ladders op sommige plekken, echt? Ik doe vette flip. Ze weten gewoon dat we er ooit op gaan proberen te lopen. Wacht, is er aan de overkant van dit hek een vliegveld? Ja. Mag je daar komen? Ja. Weet je dat zeker? Dat weet ik niet zeker, maar ik kom altijd op het vliegveld. Jee, glijden. Waar ben jij? Ik heb mijn handen verbrand. Aan zo'n ladder. Ik ben zeg maar over het hek heen. Oh, ik zie je. Wacht, ik kom al aan. Wow, ik zie daar een gigavliegtuig. Of iets falends of zo. Oh, iets heel spacend. Hij is kapot. Kan Shit. Ik er niet in? Shit, nee, daar kan je nooit in. Dat is veel te groot. Het wordt nog gaan gebouwd. Wacht, ik kom eraan. Ooit. Oh. Ja? Oké, ik ga gewoon door het hek heen. Oh, dat kan niet eens. Wauw. dat deed ik je goed. Echt via het dak. Die mannetjes die daar lopen, ik ga mensen in elkaar slaan. Ja, oh, ja, ik ben er. Ik kom naar je toe. Wow, wat is dit nou weer voor groot misvormd vliegtuig? Er staat iemand echt zo te kijken van wat moet je nou? Met drink in zijn handen. Zie mijn witte handen, dat klopt echt niks van. Sommige hoofden. Zo. Ik ben nu echt zo'n man die gewoon met iedereen gaat bemoeien en zo met ze op de foto gaan. Ja. Oh. Oké, ik ga met ze sollen. Leuke thumbnail. Ik sol met ze. Zullen we me slaan?
Oh ja, oh daar begint het. Oh shit. Huh? Au, oké, wacht. Ik heb hier een manier voor om dit te winnen. Pak je shotgun en schiet ze neer. Nee, ik raak ze gewoon. Oh. Oké, die slaan we in elkaar. Zie je me rennen dan? Lekker dan. Au, au. Hé, hey, dat vliegtuig wil ik. Bots. Ja, daar gaan we in. Nou, laat die man maar. Kunnen we er samen in? Tuurlijk. Wow, dit is echt een speciale volgens mij. Oh nee. Ik hoop dat we er samen in kunnen. Nee, dat kan... Wacht, wacht. Probeer te... Wacht, ik doe even wat gezien aan. Oké, probeer rustig te vliegen. Dit kan nooit. Oh, wacht. Ik ga er achterop staan. Nee, dat is toch. Je gaat goed staan. Waar weet je zeker? Nee, je weet niks zeker dat je niet valt natuurlijk. Oh, ja, ik sta perfect. Au, wat gebeurt er? Nog een keer. Oh, ja. Oh, ja. Oh, nee. Oh. Oh, ik ben gekeken. Nee. Door je propellers. Wauw. Wacht, we moeten even een vliegtuig hebben waar we z'n tweeën kunnen. Dan vliegen we boven de zee en dan gaan we dat alienschip zoeken. Ja, is goed. Oh ja, daar heb je de coördinaten voor. Ik heb een auto. Oh shit. Maar ik zoek even naar een ander vliegtuig nog. We pakken dat enorme vliegtuig. Is die hier ook? Ja, ik weet waar die is. Alleen de politie zoekt me, dus het gaat niet goed. Wacht, ik kom eraan. Ik ben er bijna. Denk ik. Maar je hebt ze weer gevonden, politie. Wow. Ah, oh, stunt jump failed. Maar waar ben je nu dan? Ik ben op het vliegveld. Oh, je bent daar. Wacht, ik kom naar je toe. Je bent aan de zijkant van het vliegveld. Dan gaan we naar die grote vliegtuig. Ja, jij bent daar. Waar ben je nu? Vlieg je al niet? Huh, je vliegt al? Ja, ik wel. Oh. Jij dan? Oké. Ik pak het grote vliegtuig. Wacht even. Wow, ik zie daar een helikopter. Ze zoeken me. Kut! Wat heb je gedaan? Ik zat te stoer te doen. Ik steef veel te stoer met vlieg. Oké. Ik zat ook niet echt op te letten. Oh, jezus. Dan moet ik weer helemaal in een auto. We splitsen deze delen gewoon op van de video's. Oké? Is goed. Dan hebben we allemaal, dan kunnen ze ernaar uitkijken dat we de oceaan in gaan en gewoon op de bodem kunnen lopen, want zo cool zijn wij. Dat we dat kunnen. Precies. Je weet toch. Oh. Oké, ik ga het proberen. Sorry meneer. Is dit wel de goede kant? Nee, ik moet naar de andere kant. Oh, ik heb een auto die veel sneller is, dus dit komt goed. Ik kom je ophalen. Wow, ik ga veel hoger. Holy shit, ik ga wat proberen. Je kan veel hoger landen namelijk nog. Echt? Oh. Waarom krijg je gelijk politie als ik op het dak probeer te komen? Ik heb denk ik een auto gestolen dat ik het daarom krijg. Huh? Wat is dit voor vaag in de koffer, politie? Nee, ik moet nog harder. Alle politie is undercover, in normale auto's rijden ze. Hé, hey, wie valt mij lekker aan? Iemand valt mij aan. Maar waarom? Dat is denk ik politie ook gewoon. Wacht, we hebben daar. Wat is dit voor irritante politie? Politie in het spel is echt heel irritant. Ja, ik zie je gaan. Kijk, ik ga zeg maar proberen. Wow! Ja! Wow. Ja! Wow. Ja! Ja! Wow. Nee! Wow. Nee! Niet!
Dit is een trap. Oh. Zie ik, een ladder bedoel ik. Vandaar al, om op daar te komen. Kom op, ga erop. Yes. Oh, je kan er gewoon op via de ladder. Ik dacht, ik doe wat... Wat hoor ik allemaal? Ah, niet op me schieten. Nee, ik schiet niet eraan. Sup! Land hier. Ja. Hey, perfecte landing, hè. Zoek even een vliegtuig op hier, snel. Ja. Want ik... Oh, daar achter je, juist. Precies achter je. Nee, maar dat is waar je maar met... Wacht. Misschien kan je daar met z'n tweeën in. Nee, daar kan je met één iemand in. Maar dan doe ik een vliegtuig en jij helikopter. Nee, ik weet er één. Nee. Ik weet die grote, weet je wel. Die enorme. Doe die maar dan. Dan moet jij wel even de GPS instellen. Dat ik weet waar we heen moeten zometeen. Als we erin zitten. Is goed. Tenzij jij wil vliegen, maar... Het is beter voor de kijkers, denk ik. Gewoon met mij. Ga jij maar vliegen. Oké, wacht. Okay. Dit wordt... Is het hier sowieso? Ja, het is hier. Ik zie niks. Nee. Hij is nu gespannen, zie ik. Niet? Kijk. Voila. Oh. Oh. Ik stapte al uit. Ja, ik zag het. Sneller. Erin. Oh, dit is super vet. Holy shit. Oké. Ik zet even zo'n puntje neer. Niet helikopter raken. Yes. Oké, we gaan echt op de landingsbaan. Ja, als professionele mens. Wanneer moet je stijgen normaal? Al lang, toch? Ja. Maar in het echt kan je ook niet zo heel snel stijgen. Dus heb je het al neergezet? Ja. Oké, dus dat is de goede, daar waar ik nu heen. Ja. Oké. Het wordt wel even een lange trip. Het is wel echt een vet vliegtuig. De Khmer vliegtuig. Wordt dit weer zo lang? Dit wordt een hele lange trip. Okay, nou, we kunnen over praten. We hebben maskers gekocht. Is dat Rutger trouwens? Wat Waar? Betekent dat? Een wit rondje met een blauwe cirkel eromheen is toch vriend? Wacht. Zie je dat ook? Ja, maar ik zie niet dat Rutger in de map staat. Dat is denk ik een vriend van jou. Denk je? Is ene Robesis een vriend van jou? Ja. Ja, dat is een vriend van jou. Oké, ik moet niet landen. Dat wordt hem niet. Sorry, Robesis. Dat is een kijken. Wacht, even kijken. Heel even kijken. Ik kijk nu in mijn vrienden. Let op het vliegtuig. Als die neerstort, zeg het. Als ik jou was, zou ik omhoog gaan. Heel snel. Oh, laat. Nee. Laat. Stak er neer. Oh, yes. Oh. Ik wilde niet laden. Dat was even... Een heel kort pijltje naar beneden te zien de spelers in de map. Oh, dat had je ook gewoon kunnen zeggen. Ja, maar ik dacht dat je dat al wist. Nee. Oh, een grotere map is ook wel chill, maar ook weer niet. Wow, dit was eng, gast. Ik zit helemaal in mijn PlayStation menu te kijken. Ja. Wacht, ik ga nog iets hoger vliegen, dan kan ik het weer proberen. Ja, nou kijk gaat of het... die in mijn PlayStation lijst staat. Het moet dan wel, denk ik, toch? Of niet? Ja. Maar ik wil even weten wie dat is. Ik denk een kijker van je. Ik denk dat ik nu wel hoog genoeg ben, ongeveer. Of niet? Ben ik niet hoog? Ja, wel. Je bent nu heel hoog genoeg. Oké, snel, laat, vrienden. Alsjeblieft. Oké, Robesis. Hij gaat weer een stukje naar beneden. Trofee, wat speelt hij allemaal? Berichtenlijst. Ik kijk even naar zijn bericht. Stan. We gaan aardig snel naar beneden. Oh, oké. Je hebt nog wel een beetje... Hij laat. Yes, oké, het lukt. Ik heb weggekeken en hij stuurt me wel eens berichten, dus hij kent me.
Ineens gaat er 125 euro vanaf. Wat doe je? Ja, sorry, ik had even 250 euro nodig. Nee, je hebt het even van me gestolen. Ja. Stiekem met mijn portemonnee. Het ligt in het vliegtuig ergens. Oh, de grootste berg van het spel. Oh, wat? Nee, nee. Oh. Dat ziet er zo. Ja, zo gevaarlijk uit. Ik hou van risico nemen. Je gaat het verpesten, ik weet het niet al. Kan je door dat touw heen? Ja, dus. Oké, en nu? Moeten we eruit springen? Heb je parachute? Ja, ik heb parachute aan. Heb je hem al aangezet? Even kijken, inventory, parachute, on. Hey. Oké, kunnen we er nu uit? Waar was het? Hoe ver moeten we vliegen? Oh wacht, we landen nu op de bodem, hè? Ja, oké. Ik spring eruit. Nu. Later. Het kan niet. Wow, ik ga ook, of niet? Ah, is dat uit? Oh fuck, nee, ik ben dood. Echt, ik ook. Hoi, dit. Nee, ik had vet voor geld.